welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Zoals je kunt zien ben ik helemaal kaal. Waarom ben ik helemaal kaal gegaan? Dat heeft ook zijn redenen. Ik wil mensen die kanker hebben steunen. Ik ken ook iemand op TikTok die ook kanker heeft. Die ik ook vaak in de live kom. Dat is ons Heidi. En daarom heb ik ook besloten om volledig kaal te gaan. Ik stuur ieder jaar, dan krijg ik op ieder jaar een pet, zodat jullie wel weten. Maar ik wil dit jaar een stapje verder gaan. Je weet dat mijn zijkanten toch al kaal waren, dus ik dacht dan doen we de bovenkant ook volledig kaal. En dat ziet er nu namelijk zo uit. Ik ben er wel heel trots op eigenlijk, want voor mij maakt dat dus niet veel uit of er haar op mijn kop zat of niet. Jullie weten ook dat ik 2 jaar op rij iemand verloren heb aan kanker, mijn oma en mijn mama. Dus daarmee het ook zo nauw aan het hart ligt eigenlijk kanker. En ik had zo het gevoel dat kanker een beetje uit het nieuws verdwenen is door de corona. Corona is natuurlijk ook heel erg, verstaan me niet verkeerd mensen, maar ja, er sterven ook ieder jaar mensen ook aan kanker die ook aan het lijden zijn, die chemo aan het doen zijn. Dan moeten nu nog hardere tijden zijn, omdat je als kankerpatiënt niet heel veel, denk ik, kunt doen. Ik heb dat met mijn mama meegemaakt tijdens de coronamaanden. Toen begon de corona net. Dan valt het ook als het water. Fotoshoot kon bijvoorbeeld niet, omdat ze beslist hadden dat kinderen toen op dat moment niet bij de grootouders mochten komen. Maar heel veel dingen vielen in het water, want het was ook een lockdown op dat moment. En ik denk dat dat wel heel moeilijk is voor die mensen nu, om nog extra moeilijk is. En daarmee had ik zoiets besloten van kijk, wat is dat voor moeite om even je haar af te doen en even dus kaal te gaan. Dus ik had die actie eigenlijk al op poten gezet door aan de zijkanten kaal te gaan. Maar heel veel mensen zeiden toen op TikTok en ook op, vooral op TikTok van waarom niet volledig kaal. Hoe dat ze op school gaan reageren, dat weet ik namelijk nog niet. Maar ik ben zeer benieuwd eigenlijk, want ik vind het eigenlijk aan de ene kant ook wel, veel mensen zeggen het ook cool. Dus ja, ik vind het wel speciaal eigenlijk. Ik ben er ook wel trots op dat ik dit doe, maar ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het echt voor mensen die kanker hebben in de kijker te zetten. Want die mogen ook niet vergeten worden. En het is ook een beetje de kankermaand. Dus daarmee dat ik het ook wel een klein beetje nog meer in de kijker wil zetten. Dit doe ik niet voor aandacht, want heel veel mensen denken ook dat ik dit voor aandacht doe, totaal niet. Ik wil geen aandacht trekken voor mezelf. Nee, ik wil aandacht trekken aan de mensen die er elke dag geconfronteerd mee worden. En er zullen nog wel mensen zijn die er elke dag de diagnose krijgen. Ik wil ook even benadrukken, ik heb geen kanker. Totaal niet. Ik doe het echt puur voor de actie. Ik hoef daar niet voor in het nieuws te komen of in een gazette te komen om deze actie te doen. Ik doe het puur uit mezelf en ik zeg het nogmaals, niet voor aandacht te trekken, maar gewoon puur om eens te denken aan die mensen, want die mensen hebben het ook al nodig. Ik merk ook, ik word heel vaak uitgelachen door mijn kapsel. Wat moet dat dan niet zijn voor die mensen die daar dagelijks mee geconfronteerd worden? Ik heb gisteren live gegaan, ik heb dat ook, ik was eerst zo live gegaan, dan de pet af. En ik merkte ook wel dat er heel veel haat ronddraait en gelukkig heb ik geen kanker, maar ik denk als die persoon die achter het scherm zit de kanker heeft en live gaat en zo woorden krijgt, dat hij toch wel heel onzeker zit en al onzeker en nog onzekerder wordt. Dus ik vind het eigenlijk wel schandaal dat er nog in 2021 nog zoveel mensen eigenlijk lachen. Ook wordt kanker nog steeds gezien als een scheldwoord, terwijl het eigenlijk een heel harde ziekte is, maar dat er nog mensen aan sterven. Wij hebben het leed ooit meegemaakt. Ik heb even mijn neus snuiten, sorry mensen, maar en ik vind het nog altijd heel erg dat er nog altijd scheldwoord wordt gebruikt eigenlijk. En dus wil ik het even toch wel even aan jullie vertellen hoe ik erbij vecht bij voel. En waarom ik dit doe. Zodat jullie niet zoiets van, het is toch niet ziek of zo. Dat wil ik ook niet. Ik wil ook geen roddels of dit of dat ermee te maken hebben. Om daar dan weer aandacht voor te krijgen. Nee, het is puur gewoon om die mensen aandacht te doen krijgen. En ik vind dat wel belangrijk eigenlijk. Ik zeg het, ik zit nog nauw aan mijn hart. Dus met kleine beetjes kun ik toch iets doen. Ik weet, ik kan die mensen daar niet meer genezen, maar ik kan die mensen wel steunen daarin. Ook de mensen die ik niet ken, daarin steunen. En ik hoop dat het bij de mensen terechtkomt die het steun nodig hebben. Jullie zijn 1 voor 1 toppers. Vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog.
En vergeet vooral niet te abonneren. En ciao.